Dit is een van de meest belangrijke video's die ik dit jaar ga maken op mijn kanaal. Want natuurlijk, iedereen weet wel hoe belangrijk het is om een aandeel te waarderen, een waardering te maken voordat je een aandeel koopt. Maar misschien juist als beginnende belegger ben je dit misschien wel vergeten of wist je niet hoe het werkte. En dan juist bij deze markt, zoals we hem nu zien de laatste weken, de laatste maanden, heel veel aandelen, heel veel indexen zijn hard afgestraft, hard onderuit gegaan. En dan besef je me eigenlijk wel weer van hoe belangrijk zo'n waardering is. Of misschien zie je nu juist wel interessante aandelen flink goedkoper zijn geworden, laten we het even noemen. En denk je van, is dit de juiste koers om het aandeel te kopen? Ook dan wil je natuurlijk een goede waardering maken. Dus in deze video laat ik je zien hoe je een aandeel kunt waarderen op twee manieren. Ik heb daarvoor een Google Sheet, een spreadsheet gemaakt om dat eenvoudig te doen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En zoals gezegd, in deze video gaan we kijken naar hoe je een aandeel kunt waarderen. Ik heb daarvoor een spreadsheet gemaakt, een Google Sheet. De link daarvan vind je trouwens onder deze video. Als je daar je gegevens en je e-mail achterlaat, dan ontvang je eigenlijk vrijwel direct het bestand, of in ieder geval de link naar het bestand, zodat je ook zelf aan de slag kunt gaan met wat zijn jouw verwachtingen en welke waardering komt er dan uit voor een aandeel. Maar ik wil in deze video ook juist vooral laten zien van hoe komt deze waardering tot stand, wat zijn de formules of ja, welke stappen worden eigenlijk gemaakt om tot een waardering te komen en dan natuurlijk specifiek van hoe werkt dit bestand. Dus laten we daar snel naar gaan kijken. En het bestand ziet er dan als volgt uit. De eerste stap die je eigenlijk moet nemen is om, als je het zo opent in je webbrowser, naar bestand te gaan. En eventueel een kopie te maken als je het zeg maar wilt opslaan op je eigen Google-omgeving. Of eventueel je kunt het ook downloaden naar Excel. Het nadeel daarvan is, er zitten wat Google Finance formules in. Die gaan dan verloren als je naar Excel gaat. Dus wel als je een kopie maakt, dan kun je ze wel blijven gebruiken. Het is niet heel veel anders. Volgens mij wordt het aantal aandelen wordt opgehaald en de winst per aandeel wordt opgehaald. Dus ja, mocht je naar Excel exporteren, wil je niet gebruik maken van Google, dat kan natuurlijk. Dan moet je even die twee dingen altijd zelf even invullen. En dan zien we eigenlijk ook een verschil met wat verschillende kleuren. Ik zal even kort zeggen hoe het is ingedeeld. Aan de linkerkant is het vooral veel informatie die je zelf moet ingeven. Paarse cellen worden berekend of wordt opgehaald. Gele cellen zijn belangrijk. Daar gaat onze aandacht naar uit en moet je eventueel ook zelf invullen. Dan zien we hier rechts eigenlijk hoe de waardering tot stand komt. Verschillende punten van een waardering. 1, 2, 3, 4, 5 jaar in de toekomst. Dat is eigenlijk de periode waar we de waardering voor gaan maken in dit geval. En uiteindelijk komen er twee bedragen uit. Een waardering op basis van de multiples. Dat is zeg maar de winst per aandeel of de free cashflow per aandeel keer de multiple die we toepassen. Een PE-ratio bijvoorbeeld. Of de discounted cashflow. En de discounted cashflow gaat juist de cashflows van deze 5 jaar plus eventueel in de toekomst eigenlijk terugrekenen waar, ja, wat zijn die cashflows op dit moment waard om op die manier tot een waardering te komen. En andere gele vlakken die opvallen, dat is meer de promotie van mijn eigen website. Beleggertools.nl, die heb ik juist eind vorig jaar online gezet om mensen te helpen aandelen te analyseren, te onderzoeken en ook een waardering te maken. Wat we hier eigenlijk zien is eigenlijk gewoon de waardering die ik ook op die website toepas. Dus je kunt hem gewoon hierin maken. Alleen hier kost het wat meer moeite om een waardering te maken. Ik denk zeker dat als je vaak waarderingen maakt, de website zeker toegevoegde waarde heeft. Maar daar komen we zo meteen ook nog wel even op. Laten we eerst even een voorbeeld pakken en even uitleggen hoe het een beetje werkt. Wat belangrijk is bijvoorbeeld, we gaan bij deze waarderingen uit van een bepaalde omzetgroei per jaar. Laten we even zeggen in dit geval 10%. Dus dat vullen we hierin. En een van de dingen die we in moeten vullen is de omzet van de laatste 12 maanden. Laten we een bedrijf kiezen wat bijvoorbeeld 100 miljard, dus 100 miljard omzet had. Wat we dan zien, de omzet is van de laatste 12 maanden. Je kunt het laatste boekjaar pakken, maar ik zou altijd gaan kijken naar of je kunt vinden naar de laatste 12 maanden, de 4 meest recente kwartalen, omdat je dan ook een volledig jaar in principe hebt. En ook meteen de meest actuele gegevens. Dan zie je dat zeg maar in het verleden 100 miljard. En dan zie je hier in het eerste jaar, we hadden gezegd 10% groei per jaar. Dus de omzet groeit naar 110. Nog een keer 10% is 121 miljard. En zo na 5 jaar zit je op 161 miljard aan omzetgroei. Een ander belangrijk punt is de winst. in deze waardering dus. En de winst gaan we kijken als een winstmarge, een percentage. Laten we even als voorbeeld nemen 20%. Als we dat invullen, dan zie je dat hier vervolgens 20% wordt berekend van die omzetten in die jaren. Bijvoorbeeld 20% van 161 miljard is 31,2 miljard. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de free cashflow. Ook dat zien we hier. Dezelfde bedragen natuurlijk met hetzelfde percentage. Dan komt het aantal uitstaande aandelen en vooral ook de verandering daarvan. Je zult zien dat bedrijven soms extra aandelen uitgeven om geld op te halen. Of misschien juist eigen aandelen opkopen met geld dat ze hebben vanuit de free cashflow. Dus laten we bijvoorbeeld zeggen dat een aandeel 1% van de aandelen opkoopt. Dus het aantal uitstaande aandelen neemt met 1% per jaar af. Dan hebben we nog geen aantal. Laten we even als voorbeeld nemen Apple. Dat gaan we zo meteen ook mee in het voorbeeld werken. Zien we dat Apple 16,3 miljard aandelen heeft op dit moment. Nou, zoals gezegd, ze kopen bijvoorbeeld 1% van de aandelen op. Dan is dat na 1 jaar hebben ze nog maar 16,17 miljard, 16 miljard en na 5 jaar zo'n 15,5 miljard aandelen. Wat we dan ook al meteen zien is de winst per aandeel en de free cashflow per aandeel die gewoon berekend wordt als de winst zoals hierboven staat gedeeld door het aantal aandelen. Dan koop je dus op $2,07 in dit geval. En dan zien we hieronder een factor en die factor is eigenlijk de verdiscontering zoals we dat noemen. Van bedragen die we zo meteen gaan berekenen. Ik ga hieruit van een gewenst rendement van 10% per jaar. Dit doe ik omdat een ETF, breed gespreid zeg maar, misschien gemiddeld 7% per jaar oplevert. En aangezien je met een los aandeel eigenlijk iets meer risico neemt dan wanneer je over de hele markt gespreid bent, wil ik daar ook wat extra rendement voor ontvangen. Daarom ga ik uit van 10%. En dat betekent ook dat iets wat 10% in een jaar tijd oplevert, bijvoorbeeld €1 over 1 jaar is nu minder waard, want in die tijd kan het meer waard worden richting die euro. En dat zien we hier ook bijvoorbeeld 10% keer, of 10% bovenop die 0,91 heb je na 1 jaar dus die 1. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat iets wat over 5 jaar bijvoorbeeld €1 waard is, bij 10% per jaar eigenlijk nu maar 62 cent waard is. En vervolgens gaan we dus in het dikgedrukt eigenlijk de bedragen die we hierboven zien vermenigvuldigen met die factor om dus eigenlijk te berekenen wat die winsten in de toekomst op dit moment zeg maar waard zijn. En dan komen we eigenlijk aan bij de waarderingen. De eerste is dus de multiples. Eigenlijk is het gemiddelde van de PE ratio en de price to free cashflow die ik hiervoor gebruik. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen die twee bedragen die we hier dan berekend hebben keer de multiples die we ingeven. Bijvoorbeeld een PE ratio geeft dus eigenlijk aan hoe vaak beleggers bereid zijn om de winst te betalen. Ik noem maar even iets. Laten we zeggen 15 of 10%. Dat is even 10 keer. Dat is even wat makkelijker rekenen. Als we dat invullen, 10 en 10. Dan zul je zien dat hier zien we 1,29. Keer 10 zou 12,90 zijn. Nou, het is een klein beetje een afrondingsverschil. Maar op die manier vul je eigenlijk in wat jij denkt dat beleggers na die 5 jaar, zeg maar na die 5 jaar van de waardering, wat dan een PE ratio zijn, zou zijn dat betaald wordt voor dit aandeel, zodat je ook weet als mensen, als de winst 1,29 is bijvoorbeeld en mensen zijn bereid 10 keer de winst te betalen, dan betekent dat het aandeel dan €12,90 waard is, of tenminste eigenlijk is het dan $20,70 waard in dit geval, maar we verrekenen dat terug met die verdiscontering, met die factor, dus is het op dit moment net geen €13 of $13 waard. En de andere is de discounted cashflow, die eigenlijk al die cashflows van al die jaren optelt en eigenlijk dus weergeeft wat het op dit moment waard zou zijn om al die cashflows ook in de toekomst te ontvangen. Zit hier nog een extra kolom tussen die eigenlijk ook nog de perpetual growth eigenlijk, of de value eigenlijk berekent van een bedrijf na die tijd, na die 5 jaar. Maar dat is even verborgen om het makkelijk en overzichtelijk te houden. Maar volgens die manier zou de discounted cashflow in deze waardering, in dit voorbeeld, op 23,45 uitkomen. Maar zoals gezegd, dat is een voorbeeld. Laten we dan ook echt een aandeel gewoon gaan waarderen zoals het wel echt is. Zet ik weer even alles op 0. En niet alles trouwens, want het gewenste rendement, dat is meestal iets wat je meestal hetzelfde laat staan, denk ik. In mijn geval 10%. En de oneindige groei doe ik vaak als 3%. Iets boven de inflatie. Niet de inflatie van dit moment, maar inflatie op de lange termijn of waar naar geoogd wordt, zeg maar 2% is iets hoger, dat het bedrijf altijd iets harder groeit dan de inflatie. Maar ook dit is iets dat je aan kunt passen. Misschien het ene bedrijf verwacht je meer groei in de toekomst van dan een ander bedrijf. Dus Je kunt het aanpassen, maar het zal minder vaak aangepast worden, denk ik. En zoals gezegd, een van de dingen die we dan moeten invullen, dat is bijvoorbeeld de omzet. En als we naar Apple gaan kijken, nou, we hebben hierboven het tickersymbool ingevuld. We zien dat de koers net geen $159 is op dit moment. 16,3 miljard aandelen en een winst per aandeel van $5,61 op dit moment. Maar de omzet, die moeten we dan nog zelf opzoeken. Die kunnen we niet op deze manier binnenhalen. Ik weet toevallig dat die 35681700000 is. Dus de afgelopen 12 maanden hadden ze bijna $366 miljard aan omzet. Dan zie je hier die bedragen ook al komen, maar nog geen factor, nog geen vermenigvuldiging, omdat we daarna moeten gaan kijken. Wat is de omzetgroei per jaar in deze verwachting voor de komende 5 jaar? Nou, we kunnen daar onder andere dus gebruik gaan maken van Beleggertools, zoals gezegd de website die ik heb gemaakt. En als we daarna gaan kijken, je kunt de website even bekijken op Beleggertools.nl. Als je dan eenmaal een account aan hebt gemaakt, je kunt een gratis account aanmaken, maar dat is wat beperkt. Als je een betaald account hebt, heb je natuurlijk meer mogelijkheden. Dan gaan we bijvoorbeeld naar de aandelen. We kiezen het aandeel Apple, heb ik al eerder opgezocht. We krijgen hier wat basisinformatie, ook de checklist is vaak heel interessant, vind ik. Je kunt ook nog grafieken kijken natuurlijk om ontwikkelingen te zien. Maar in dit geval willen we eigenlijk naar de waardering, want hier heb ik staan wat de gemiddelde omzetgroei is in het laatste jaar, de laatste 5 jaar of de laatste 10 jaar. En dit zijn dan percentages per jaar, dus meestal het laatste jaar. Je kunt nu denken, na corona is het heel erg hard gegroeid. Dat zien we ook, het wijkt sterk af van de jaren op de langere termijn. Dus je zou eerder denken tussen de 11, 12, 13%. Je kunt ook bijvoorbeeld gaan kijken bij Yahoo Finance. Kijken wat analisten verwachten voor de komende 5 jaar. En dat is ongeveer zo 15 tot 16%. Dus dat kunnen we dan ingevullen. Laten we zeggen dat we analisten aanhouden en het even naar boven afronden naar 16%. Dan zien we dus eigenlijk al dat het model wordt bijgewerkt. We pakken de omzet van de laatste 12 maanden en daar passen we telkens 16% groei op toe. Dus over 5 jaar in deze situatie zouden we bijna op $770 miljard omzet uitkomen. De volgende punten zijn de winstmarge als percentage dus en de free cashflow. Die kun je vaak uit de cijfers van het bedrijf halen, de kwartaalcijfers. Maar ook ik heb ze natuurlijk weer op de website staan. De netto winstmarge, eigenlijk in alle gevallen zo'n beetje 22%, 23%. Afgelopen jaar was een uitschieter, dus misschien denk je, Apple heeft iets weten te verbeteren. Ze hebben de marges weten te verbeteren, dat kunnen ze vasthouden. Dan laten we uitgaan van 23% bijvoorbeeld. De free cashflow tussen de 24 en 25, dus laten we daar 24 als voorbeeld pakken. Vullen we 23% in en 24%, zien we hier al meteen wat dingen worden ingevuld. Ook wat winsten per aandeel zijn op dat moment al bekend. Al is het aantal uitstaande aandelen nog wel steeds hetzelfde. Zoals gezegd, het kan zo zijn dat het hetzelfde blijft. Het kan ook zo zijn dat een bedrijf een historie heeft om eigenlijk of meer uit te geven, meer aandelen uit te geven of ze juist op te kopen. Kijken we weer even op de website. Dan zien we dat het geplaatste aantal aandelen bij Apple zo 4,5 tot 5% per jaar afneemt. In de laatste 5 of 10 jaar zelfs. Dus laten we ook maar gewoon van uitgaan, denk ik tenminste, dat dit de komende jaren niet zal gaan veranderen. Dat Apple dat gewoon ieder jaar wil gaan doen. Dat ze in ieder geval zoveel geld verdienen dat ze er iets mee moeten doen. En onder andere dus aandelen van opkopen. Dus we zeggen dat het aantal aandelen 5% afneemt per jaar. En dan zien we hier ook waar we begonnen met 16,3 miljard. Blijven er na 5 jaar nog zo'n 12,6 miljard over. En dan zien we dus zoals gezegd ook dat een winst per aandeel wordt berekend. Dat is eigenlijk gewoon een formule waarbij we gaan kijken naar de winst in totaal gedeeld door het aantal aandelen. Waardoor je natuurlijk dus op de winst per aandeel uitkomt. En hetzelfde geldt voor de free cashflow. Nou, zoals gezegd, we hebben 10% gewenst rendement. Dan passen we dus deze factoren eigenlijk toe. En dan blijft er dus ongeveer zo rond de $9 aan winst of free cashflow over 5 jaar. Dan zien we nog wel dat de multiples nog steeds op 0 staat, omdat we die nog niet in hebben gevuld. En nu ga je dus denken van, wat zijn beleggers waarschijnlijk bereid om over 5 jaar voor het aandeel Apple te betalen? Nu is dat heel veel, omdat er heel veel groei is. Over 5 jaar zal dat waarschijnlijk anders zijn, andere situatie. Is dan een PE-ratio, op dit moment was het geloof ik 28 of boven de 30 zelfs. Is dat te verwachten? Ik denk het niet. Het bedrijf zal over 5 jaar waarschijnlijk niet zo snel meer groeien zoals het afgelopen jaar heeft gedaan. En ook de potentie om daarna nog snel te groeien neemt ook af naarmate een bedrijf groter wordt. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken van, ze zijn de laatste tijd met 16% per jaar gegroeid. Er zit nog wel wat groei in. En ik denk dat daar een PE-ratio bij hoort van ongeveer 15. En hetzelfde geldt voor ongeveer de free cashflow. Dat ook, omdat die vrijwel redelijk constant zijn bij dat bedrijf. Dan wordt dus eigenlijk de multiple van 15 toegepast op die bedragen die we daar zien. En zien we een multiple waardering eigenlijk ontstaan van $133. Dat is vergeleken met de koers van bijna $160. Is dat minder? Oftewel, de huidige koers zou eigenlijk nog met zo'n 16% moeten dalen. Wil eigenlijk bij het bedrag uitkomen wat je nu zou willen betalen om toch het rendement te maken wat je wilt. En dat is die 10% per jaar voor de komende 5 jaar. En we zien dan ook rechts de andere waardering, de discounted cashflow, die uitkomt op net geen $118. Oftewel, in dat geval zou het aandeel nog zo'n 25-26% moeten dalen, de koers moeten dalen. Wil dat bij het bedrag uitkomen dat jij volgens jouw berekening zou willen betalen op dit moment? Dat is natuurlijk wel iets wat heel persoonlijk is. Jij kunt misschien denken, of dat analisten laten zo zeggen, denken dat het met 16% per jaar groeit. Jij denkt, nee, het groeit met 20% per jaar. En daar hoort een PE-ratio bij van 18 bijvoorbeeld. En ook die groei van 3% op het einde. Apple weet altijd wel manieren te vinden om nieuwe markten aan te boren, nieuwe producten, prijzen te verhogen. Dus ik denk dat zelfs na die jaren nog 5% per jaar de omzet zal blijven groeien. Als we dat ingeven, zien we in één keer een heel andere situatie. Zien we juist dat het aandeel nu dan interessant zou zijn. Want bij een koers van 158, terwijl je eigenlijk bijna 190 zou willen betalen op dit moment, of 180 op dit moment. Dus dan krijg je een heel ander beeld. Maar zoals gezegd, jij kan anders denken over hetzelfde aandeel zoals ik denk. En daarom is het juist zo belangrijk dat je ook zelf jouw eigen waardering kunt maken. Omdat jij andere verwachtingen hebt van het bedrijf dan iemand anders. En zoals gezegd, op die manier kun je dan vrij eenvoudig, vrij snel een aandeel gaan waarderen. Hieronder zie je nog wat voordelen van Beleggertools. Natuurlijk een beetje promotie maken. Want ik denk wel, voor heel veel mensen zal dit voldoende zijn. Het kost wat meer moeite om het op deze manier te doen. Maar ben je vaker ermee bezig, dan zul je denk ik ook wel zien wat de voordelen zijn om eventueel een abonnement te nemen op mijn website. Want je krijgt eigenlijk nu al heel veel functies, maar er komen nog heel veel functies bij in de toekomst. Eigenlijk alle data die je nodig hebt om zo'n waardering te maken, heb je dan al binnen handbereik, in plaats van dat je het telkens zelf op moet zoeken. In dit geval bijvoorbeeld, we hadden de aandelen checklist, we kunnen het laatste nieuws bekijken. We kunnen grafieken bekijken om de inzichten van het aandeel te zien. Om juist te kijken van hoe ging het in het verleden en wat verwachten we eventueel voor de toekomst. In dit voorbeeld maken we eigenlijk één waardering, één scenario werken we uit. Op de website kun je tegelijkertijd al meteen 3 scenario's naast elkaar zetten. Je kunt dan eigenlijk die historische data zie je al meteen. De cijfers van het laatste jaar, de gemiddels van 5 jaar of van 10 jaar. Ook heel erg fijn om meteen toe te passen. En hier maak je eigenlijk een waardering voor de komende 5 jaar. En op de website kun je dit aanpassen voor een waardering tussen de 1 tot 15 of 20 jaar. Dus zo kun je ook op langere termijn al een waardering maken. En zoals gezegd, voor zowel deze sheet als voor Beleggertools vind je natuurlijk links naar de websites onder deze video terug. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Heb je nog vragen? Heb je eventueel nog opmerkingen? Laat ze ook zeker achter in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren onder de video om ook in de toekomst geen video meer te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.